Coffeelicious e-magazine. Ik ben nu in een nieuwe bakkerij, maar we zijn helaas nog niet klaar. Het is nog niet af. Volgende keer hoop ik jullie echt een rondleiding te geven. Maar we zijn zo bezig achter de screens met alles en nog wat te doen, dat ik dacht, ik kan alleen maar een heel snel recept maken voor jullie vandaag. Misschien vinden jullie dat ook leuk. Dat zo snel gaat. En het is een chocolate cake en fudge. Hoeft niet in de oven, zo klaar. Nou, dit chocolate fudge, werkelijk 4 ingrediënten, 5 minuten voor elkaar, 2 uur in de koelkast. Dan heb je een heerlijke chocolate fudge. Voor gecondenseerde melk in een pan. Het is niks moeilijks doen, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Chocolate chips, of gewoon chocolate donker. Zo donker mogelijk en dan in stukjes, maar ook. Natuurlijk onze huisgemaakte vanille, lepeltje, klein beetje zout en voilà. Nou, ik heb nu alles in één pan. Dat ga ik op de vuur doen. Even 1 minuut tot het gesmolten is. Goed blijven roeren. Dan gaat het in een bakje en we zijn klaar. En 1 minuut later, voilà, het is gesmolten. Maar dit kan je nu gelijk in de pan doen of je kan er wat bij doen. Wat je lekker vindt. Ik vind geroosterd pekannoten bijvoorbeeld lekker erin. Je kan rozijntjes, wat je lekker vindt. Dit gaat nu in de pan. Nou, na 2 uur in de koelkast heb je zulke heerlijke fudge. Makkelijker kan niet. Wilt u meer weten, wilt u de recept van hebben, kunt u ook op mijn Instagram account, Chef Joan. Gegevens zijn hier beneden. En kunt u ook zien hoe ik mijn heerlijke vanille extract maak. Altijd handig om in huis te hebben. Dit is alleen voor mijn speciale recept. Nou, tot de volgende keer. Ik hoop dat je hebt genoten.